Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 253. In de vorige uitzending hebben we de eerste helft van Johannes 12 besproken. Jezus komt met de discipelen in Bethanië. Zijn vrienden bereiden voor hem een feestelijke maaltijd, terwijl mensen in Jeruzalem plannen maken om hem te doden. Bij de maaltijd is ook Lazarus aanwezig, met zijn zussen Martha en Maria. Deze drie mensen laten in dit gedeelte elk een aspect zien van wat er in de gemeente van Christus gebeurt. Lazarus is er als gast. Hij is onlangs door Jezus uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. Daarmee is hij een getuige van het leven dat Christus geeft. Maria is er ook. We vinden haar opnieuw aan de voeten van de Heere Jezus. Deze keer zalft zij de voeten van haar Heer met kostbare olie. Het is echt een daad van aanbidding. In de derde plaats zien we Martha. Zij dient de maaltijd op. Dat is haar gave en daarmee zet zij zich in. Op de dag na de zalving horen de feestgangers in Jeruzalem dat Jezus onderweg is. Ze gaan hem tegemoet en juichen hem toe. De mensen vertellen elkaar over het wonder van Lazarus opstanding, waar er nog meer mensen meegaan. En de fariseeën constateren dat de hele wereld achter Jezus aanloopt. Het loopt totaal anders dan ze willen, niets houdt de Messias tegen. Deze grootste intocht is nog maar een fractie van wat er zal gebeuren als Christus in de toekomst terug zal komen. Dan zal inderdaad heel de wereld Hem zien en herkennen dat Hij het echt is, de koning van alle Koningen en de Heer van alle Heren. In de volgende verse komen er al mensen uit andere delen van de wereld naar Jezus. Enkele Grieken willen hem graag ontmoeten. Ze vragen het aan Philippus, die op zijn beurt met Andreas overlegt. Samen brengen zij deze buitenlanders bij Jezus. Vandaag gaan we verder met de woorden die de Heer Jezus als reactie hierop sprak. De vorige uitzending sloten we af met een vergelijking van de Heer Jezus. Hij illustreert wat er met hem gaat gebeuren aan de hand van een tarwekorrel. Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven. Anders blijft het alleen maar één tarwekorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Zoals een graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dragen, zo kan Jezus alleen verheerlijkt worden door de dood heen. Het in de aarde vallen heeft betrekking op Jezus begrafenis. Nieuw leven kan alleen ontstaan door de dood heen. Pas na Jezus dood zal er veel vrucht zijn. Hiermee wordt bedoeld dat Christus door zijn dood zijn kerk verzamelt. Dat wat hij hier zei was een antwoord aan de Grieken die bij Filippus kwamen met de vraag of zij Jezus kunnen ontmoeten. Samen met Andreas bracht Filippus hen ook bij de heiland, en toen gaf hij dit antwoord: De Grieken zijn een bijbelsbeeld voor de heidenen. Ook zij wilden de Heer Jezus zien en horen. Jezus gaat hier uitleggen wat het doel was van Zijn eerste komst op aarde, namelijk verzoening en de vloek van de dood te overwinnen. Velen denken dat na de dood alles voorbij is, maar mensen die zo denken, hebben de zin van het leven nooit begrepen en zijn in de duisternis gebleven. Zoals een graankorrel die sterft, achteraf veel vrucht voortbrengt, zo was Jezus de Eersteling, allen die in Hem geloven vormen de oogst. Johannes 12 vers 25 Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Laten we dit vers zeker niet verkeerd begrijpen. Het is niet de bedoeling dat we ons leven niet belangrijk of minderwaardig moeten vinden. Alsof alle vreugde eruit moet getrokken worden. Of het niets waard zou zijn. Het is belangrijk om versen steeds in de context te lezen en de volledige Bijbel te gebruiken. Wie zijn leven liefgeeft, betekent hier zijn zielenleven, zijn begeerten, zijn aardse verlangens, carrière maken en rijk willen worden. Een streven om steeds hoger te klimmen op de sociale ladder, meer en beter willen worden dan zijn naaste. Zulke mensen zullen verliezen wat ze hebben en wegzinken in het verderf. Iemand die zijn leven haat in deze wereld, is iemand die werkelijk is bevrijd van zijn aardse streven naar eer, macht, rijkdom en jaloezie. Een voorbeeld van dit contrast en overgang vinden we in Titus 3. Daar staat namelijk in de versen 3 tot en met 5 het volgende: Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Het gaat hier om prioriteiten te stellen. Dat moet gebeuren in deze wereld, een wereld die zich tegen Christus keert. Maar wie voor Christus kiest, zal eeuwig leven. Het eeuwige leven is het leven in gemeenschap met Jezus Christus en in afkeer van de wereld. Wie zo leeft, kan vrucht dragen. Het houdt wel in dat men de Heer Jezus onvoorwaardelijk moet volgen. Wie de weg van zelfverloochening om Christus wil, gaat, heeft de weg naar het leven gekozen. De Grieken wilden Jezus zien en ontmoeten, omdat zij over hem hadden gehoord, waarschijnlijk over zijn wonderen, en dan vooral over de opwekking van Lazarus. In zijn antwoord heeft Jezus het niet over zijn wonderen. De Heer richt de aandacht van de Grieken direct op het kruis. Want daar gaat hij naartoe. Wie zijn leven liefgeeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet liefgeeft, zal het behouden en eeuwig leven. Genade en vergeving worden door zijn kruisdood verkregen. Dat is zowel voor Joden als voor Grieken noodzakelijk. Hij verzoende met zijn dood onze schuld, zodat wij het eeuwige leven kunnen verkrijgen. Een mens heeft niets van Jezus begrepen, tenzij hij of zij Jezus hebben gezien als die ene die voor hen stierf aan het kruis. Hij is degene die stierf voor jou en mijn zonden aan het kruis, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Hij stierf voor onze zonden, maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij stond weer op uit de dood en leeft. Dat is het allerbelangrijkste. Dit is de weg waarlangs ook jouw leven kan worden gered. Jezus is de weg, de enige weg. Johannes 12, vers 26: Als iemand mij dient, laat hij mij volgen, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader Hem eren. Wie Christus dient, deelt vrijwillig in alles wat Hem overkomt. Het dienen bestaat dan ook in het volgen. Dat is als toegewijd leerling overal achter Jezus aangaan. Volgen op de kruisweg en in de dood maar ook daarna, in de heerlijkheid. Zoals voor Christus het lijden tegelijk het verheerlijkt worden is, zo geldt voor zijn leerlingen en volgelingen hetzelfde. Zij zullen delen in zijn eer. Die eer zullen zij van God de Vader ontvangen. Johannes 12, vers 27 Nu is mijn ziel in beroering, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur, maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Dit is een lijden die verbonden is met het kruis van Christus, die jij en ik niet kunnen begrijpen. Hij leed niet alleen door wat mensen hem aandeden, dat was al erg genoeg, maar zijn lijden was groter. Jouw en mijn zonden werden op hem gelegd. Hij droeg de zonden van de hele wereld. In Isaiah 53, versen 3 en 4 staat: Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. En in Isaiah 53, vers 10 staat: Maar het behaagde de Heere hem te verbreizelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlangen, het welbegagen van de Heer zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Hij heeft Zijn leven geofferd voor de zonde. Zijn lijden is een lijden geweest dat wij nooit kunnen begrijpen. Op het kruis zal Jezus roepen, Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Hoe kunnen we Zijn verdriet en pijn meten? Niet. Zeker, een mens kan zeggen dat Hij of zij zich van God verlaten voelt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook zo is. Maar bij de Heer Jezus was dat wel zo. God heeft hem toen verlaten, zodat wij vandaag nooit van God verlaten zouden zijn. Door zijn offer aan het kruis moet er geen mens meer verloren gaan op grond van zijn of haar zonden. Daar is de Heer Jezus juist voor gestorven. Ga met jouw zonden naar hem en vraag hem om ze te vergeven. Mensen gaan verloren door hun ongeloof omdat ze geen vertrouwen hebben gehad in de naam van Gods enige Zoon. Dat heeft geen mens of kerk bedacht, maar dat zijn woorden van Jezus Christus zelf. We lazen net dat Jezus erg bang is en niet weet wat Hij moet zeggen. Moest Hij zeggen: Vader bevrijd mij van wat mij te wachten staat? Nee, want juist daarvoor is Hij gekomen. De Heer kent de menselijke angsten uit eigen ervaring. Een dood door kruising is een vreselijke dood. Toch is Jezus naar de wereld gekomen om naar het kruis te gaan en de schande ervan te verdragen. Wij zouden er meer moeten over nadenken en Hem uit het diepst van ons hart ervoor moeten bedanken. Paulus zegt in Galaten 6, vers 14: Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Zie je de verbinding met de verzen over de tarwekorrel die in de aarde moet sterven en een mens die zijn leven moet verliezen? Hier zegt de Heer Jezus dat hij spoedig zijn leven zal geven tot verzoening van al de zonden van de wereld. Wij weten niet hoe lang de Heer ons nog het leven geeft. Wij weten ook niet wanneer de Heer een punt zet achter de geschiedenis van deze wereld. Wij weten wel welke boodschap hij aan de wereld laat verkondigen: namelijk geloof in de Heer Jezus. Dan zal je gered worden. Er zal een dag komen waarop het niet meer mogelijk zal zijn om een keuze voor Christus te maken. Laat je met God verzoenen, nu het nog kan. Ga naar de Heer Jezus Christus. Dat kan eenvoudig weg door het gebed. Als ik christenen zie die iedere euro besteden om het luxe leven dat wij in het Westen hebben nog luxueuzer te maken... Dan is het moeilijk om te geloven dat dat nu juist de mensen zijn die vol verwachting uitzien naar de wederkomst van Christus. Wie Christus dient, zal ook in zijn persoonlijk leven deelnemen aan het werk van Christus. Jezus dienen is meer dan bij Hem horen, meer dan één keer per week samenkomen in een kerk of gemeente. Er bestaat een eenheid tussen Jezus en hen die Hem dienen. Dat was de boodschap ook tot die Grieken. Zo konden zij ook de lijdensweg begrijpen welke Jezus zou gaan en hen die hem zouden dienen. Bijbelgetrouwe christenen gaan door lijden heen naar een toekomstige heerlijkheid. Johannes 12, vers 28: Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Jezus Christus zoekt boven alles de eer van God. Dat mag ook voor ons een diepe les zijn. Dikwijls klagen, huilen en beven wij en vragen waarom de Heere al die onplezierige dingen toelaat. Maar we moeten, net als de Heer Jezus, leren zeggen, Vader, laat uw grootheid zien door dit lijden heen. Dan zijn we dienende christenen die geen applaus of eer van mensen verlangen. Driemaal heeft de Vader uit de hemel tot zijn Zoon gesproken, hoorbaar voor hen die erbij waren. De eerste keer was bij zijn doop door Johannes de Doper. Aan het begin van Jezus' openbare optreden. De tweede keer bij de verheerlijking op de berg, toen Elia en Mozes met Jezus spraken over zijn komende lijden in Jeruzalem. De derde keer vinden we hier, in Johannes 12, bij het einde van zijn optreden, vlak voor zijn lijden en sterven. Johannes 12, versen 29 en 30. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: Niet voor mij is deze stemmer geweest, maar voor u. De stem uit de hemel wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Er blijken veel mensen om Jezus heen gestaan te hebben. Het zijn de feestgangers die zich op het tempelplein bevinden. De meesten van hen veronderstellen dat het geluid dat zij gehoord hebben een donderslag was. Daaruit blijkt dat de stem niet voor iedereen duidelijk verstaanbaar is geweest. We weten uit het Oude Testament dat de donder wel vaker als stem van God werd herkend. Johannes herkent de stem van de Heere God. Hoe dat mogelijk is geweest, wordt niet meegedeeld. Sommige mensen denken dat het een engel is geweest. En wat is de conclusie? De feesthangers hebben wel de stem gehoord, maar niet de boodschap verstaan. Eenzelfde reactie vinden we ook vandaag. Ergens geloven mensen wel iets, maar hebben zij de boodschap begrepen en verstaan? Als een mens het woord van God hoort en leest, dan moet het niet het ene oor in en het andere weer uitgaan, maar dan moet het woord aangenomen en aanvaard worden als relevant voor het leven van vandaag. De Heilige Geest zal dan ons verstand, hart en leven openen voor Gods woord, zodat wij begrijpen wat Hij wil dat wij zullen doen. Johannes 12, versen 31 tot en met 33. Jezus zei: Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toe trekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Christus' dood aan het kruis is de veroordeling van de wereld en van de heerser van deze wereld, namelijk de duivel. We zullen het ook zien en lezen als we bij Johannes 16, versen 7 tot en met 11 zijn aangekomen. Wij leven in een wereld die is veroordeeld: dood in zonden en misdaden. De Heer Jezus kwam in de wereld om te sterven voor de zonden van de wereld. Als een mens zijn offer niet aanvaardt, dan is er geen hoop: dan blijft hij onder het oordeel. De ganse wereld ligt nog onder de zonde en de vloek. De overwinning van Jezus ligt in zijn opstanding. Daar lag de geboorte van een nieuwe toekomstige wereld. Zo is het duidelijk dat Jezus stierf voor Jood en Griek, voor iedereen dus. De koperen slang werd ook verhoogd, en wie er een geloofde werd genezen van de slangenbeten. Het kwaad, de zonde, zat in het bloed, maar men bleef in leven. De gevolgen van de zondeval waren zeer ernstig voor de mensheid. Satan is ontroond, maar nu nog niet gebonden. Hij sleurde de mensheid met leugens mee in zijn eigen vernedering, maar zijn macht is nu tijdelijk en beperkt. In Openbaring 12 wordt verteld dat Satan uit de hemel is gegooid. Van de gelovigen wordt daar gezegd dat zij hem hebben overwonnen, doordat het Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft, en doordat zij daarvan hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven. Daarom moet de hemel en ieder die er woont blij zijn. Maar er wordt ook gezegd dat het er vreselijk uitziet voor de aarde en de zee. De duivel is naar beneden gekomen, buiten zichzelf van woede. Hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Wat daar vertaald wordt, speelt zich af in de toekomst. Want uiteindelijk zal Satan in de onderwereld gegooid worden. Dan zal hij voor een korte tijd weer worden vrijgelaten. Daarna wordt hij weer gegrepen en in het brandende zwavel gegooid, waarin ook het beest en de valse profeet zijn gegooid. Daar zullen zij dag en nacht gepijnigd worden, voor altijd en eeuwig. Aan het kruis is door Christus de definitieve overwinning op Satan behaald. Hij heeft alle machten van duisternis tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Zij zijn door het kruis van Christus overwonnen en verslagen. Johannes 12, versen 34 tot en met 36 De menigte antwoordde hem. Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot een eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die zoon des mensen? Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En hij ging weg en verborg zich voor hen. Naar Joodse begrippen zou de Messias altijd op aarde blijven om te heersen als koning over Israël. Waarom spreekt Jezus nu opeens over de zoon des mensen? Het was geen gangbare titel en werd alleen door Jezus gebruikt als aanduiding voor zichzelf. Nergens wordt hij zo door anderen aangesproken. De titel gebruikt Jezus naar aanleiding van Daniel 7. Daarmee duidt de Heer zichzelf aan als de Messias. Jezus bedoelt zichzelf te laten zien als degene aan wie Gods onbeperkte koninklijke heerschappij is toevertrouwd. Dan volgt een beeld. Het daglicht moet benut worden. Met het licht bedoelt Jezus, zoals vaker, zichzelf. Als licht der wereld schijnt hij tussen de mensen, maar nog slechts een korte tijd. De tijd is gekomen dat hij van deze aarde zal gaan, en dan zal hij niet meer onder de mensen zijn. De duisternis is het beeld van de macht van zonde en dood. Wie door deze vijandige macht overvallen en gegrepen wordt, wandelt in het duister. Zonder uitzicht. Voor de ongelovige menigte zal het licht weggaan van de aarde. Wie eenmaal bij licht wandelt, zal ontdekken dat Jezus altijd het licht blijft, ook al zal Hij niet meer op de aarde zijn. Wie gelooft, moet niet meer bang zijn voor de duisternis. Hij wordt een zoon van het licht. Dit zijn de laatste woorden die Jezus in het openbaar tegen de menigte heeft gesproken. Ook nu zorgt Gij ervoor dat de Joden hem niet vroegtijdig kunnen gevangen nemen. Het uur is nabijgekomen, maar nog niet aangebroken. Daarom verbergt Jezus zich nog een korte tijd. Aan zijn publieke optreden is nu definitief een einde gekomen. Van nu af aan zal hij alleen nog met zijn discipelen spreken. Johannes 12, versen 37 tot en met 41 maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de here geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jezaja verder gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Terugkijkend ziet Johannes dat Jezus veel wonderen heeft gedaan. Die stonden centraal in zijn werk. De bedoeling van die wonderen was dat de Joden zouden geloven dat hij de Messias was, de Zoon van God. Wat er gebeurde is onbegrijpelijk, want ondanks alle zichtbare tekenen die Jezus had gedaan, was de algemene tendens dat de meeste mensen niet geloofden dat hij de Christus was. Johannes 12, versen 42 tot en met 50. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem. Maar vanwege de Fariseeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Jezus nu riep en zei: Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft: Ik ben een licht. In de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag, want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. In deze versen komen bekende onderwerpen aan de orde. Johannes gebruikt deze woorden van Jezus als samenvatting van alles wat de Heer heeft verkondigd. Alleen Jezus kan de mensen de ogen openen en hun de Vader laten zien. Hij alleen. Kan een mens aan de duisternis doen ontkomen. Zij kunnen eruit bevrijd worden door Hem te volgen. Het geloof in Jezus Christus, het licht der wereld, is de enige weg uit de duisternis. De taak van de Heer Jezus was niet de wereld te veroordelen. Integendeel, Hij kwam als het licht om de wereld te redden. Maar, al veroordeelt Christus niet, er is wel degelijk een oordeel voor hen die Hem en Zijn woorden verwerpen. Het woord van Jezus dat door ongelovigen wordt verworpen. Zal tegen hen getuigen en zo hun rechter zijn en hen veroordelen. Door het woord van Jezus zal er een scheiding optreden tussen gelovigen en ongelovigen, maar die zal pas ten volle openbaar worden op de laatste dag, de dag van het oordeel. Geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar DoorDebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.